Ter verheerlijking van de alom tegenwoordige God ontsteken wij het licht dat symbolisch de hindoe-religie vertegenwoordigt. Ter verheerlijking van de alom tegenwoordige God ontsteken wij het licht dat symbolisch de boeddhistische religie vertegenwoordigt. Ter verheerlijking van de alom tegenwoordige God ontsteken wij het licht dat symbolisch de Joodse religie vertegenwoordigt. Ter verheerlijking van de alom tegenwoordige God ontsteken wij het licht dat symbolisch de christelijke religie vertegenwoordigt. Ter verheerlijking van de alom tegenwoordige God ontsteken wij het licht dat symbolisch de religie van de islam vertegenwoordigt. Ter verheerlijking van de alom tegenwoordige God ontsteken wij het licht dat symbolisch hen allen vertegenwoordigt. Ik ben op mijn 20ste ongeveer mijn toen toekomstige partner tegengekomen. Die was theoloog. Ik vond dat als je met iemand je leven ging delen, dat je je moest verdiepen in theologie. En zo ben ik bij de christelijke mystici terechtgekomen, ook bij de Oosterse mystici. Aangezien ik graag, behalve die boeken, ook iemand wilde ontmoeten die dat uit eigen ervaring kon delen, ben ik terechtgekomen bij Willekes Jäger, die zowel Benedictijner monnik was als zenmeester. En zo ben ik bij zen uitgekomen. Mijn ouders waren al hele enthousiaste aanhangers van de Soefi-beweging. Dus ik werd ook meegenomen naar bijeenkomsten. Ik ging als jongen al naar die universele eredienst in Rotterdam. Allerlei contacten en ik hoorde de gesprekken van mijn ouders met hun Soefi-vrienden. En daar heb ik denk ik nog het meest van geleerd, hoe ze met elkaar daarover spraken. En dat vond ik allemaal zo volstrekt helder en plausibel, dat ik gezegd heb, ik wil eigenlijk graag zelf me daarin gaan verdiepen en inwijding krijgen. Op een gegeven moment heeft professor Witteveen mij gebeld met de vraag, kunnen wij niet samen een programma doen wat vanuit het soefisme wordt belicht, maar waar ook de verbinding met zen-boeddhisme wordt gelegd. En zou je daaraan mee willen werken? In 1922 gaf Hazrati naar het gaan, de brenger van de Soefi-boodschap, een soort workshop, zouden we nu zeggen. En op een middag zei hij tegen twee van zijn leerlingen, ga mee de duinen in. Katwijk was natuurlijk een heel stuk kleiner nog. En ze kwamen hier in de buurt en hij zei tegen die twee mensen, blijven jullie hier wachten? En alleen ging hij toen door de duinen, liep hij hier naartoe. En toen is hij hier in deze kuil, heeft hij een hele tijd gezeten. En hij heeft hier een soort een hele diepe ervaring gehad, een soort godsopenbaring, denk ik. En hij heeft gezegd, dit is een heilige plek en mijn leerlingen moeten hier in meditatie zijn. Je hoort hoe stil het is. Een hele energetische plek. Maar ik denk dat hij dus, doordat hij eens even helemaal alleen was voor een lange tijd in de natuur, dat hij zo een diepe vrede voelde in zichzelf. En ja, zo iemand heeft natuurlijk eigenlijk altijd wel evenwicht en balans. En ja, het is een boodschapper. Hij heeft de boodschap gebracht. En het idee dat er natuurlijk maar één God is en één dienst aan de ene God. En dat al die verschillen van opvattingen daarover zo'n onrust maken in de wereld. En iedereen denkt dat die dat zijn eigen ideeën de beste zijn. En dat clasht. En dat is dus de reden waarom we die tempel hebben mogen bouwen. Oh.
Goedemorgen. Ik heet u allemaal heel van harte welkom in deze tempel Murad Hasil, wat betekent wens vervuld. Het is een bijzondere plaats, omdat Hazrat Inayat Khan, stichter van de Soefi-beweging, grote muzikus, verlicht mens, hier deze plaats zijn zegen heeft gegeven. Wij zijn blij om u allemaal hier te kunnen verwelkomen. Samen met Zen, Soefi Zen, houden wij een bijeenkomst. We hebben enige malen ervaren dat dat heel harmonisch en inspirerend gaat. Want wij zoeken eigenlijk hetzelfde. Ik ben naar die dag gegaan ook omdat ik het leuk vond om mijn man mee te nemen. En dat hij dat ook zag. Maar ook voor mezelf omdat ik het verschil niet precies wist. Ik geloof dat toeval niet bestaat of zo. Dat er ook een soort leiderschap in je leven is die je rondleidt. En die bracht mij op dit pad. Dus ik had op een gegeven moment waarom kies ik eigenlijk niet om er echt bij te horen? Want dan kan ik het dieper leren, weet je wel. Dan kom je gewoon in andere bijeenkomsten, andere ontmoetingen. En ik heb toen wel gedacht van moet ik niet het zen-boeddhisme nog dieper uitzoeken? Moet ik niet dat discipline? Dus dacht ik op een gegeven moment, wat moet ik allemaal dieper uitzoeken? Als dit toch goed voelt en dit is waar het leven mij brengt, dan is dit nu waar ik nu moet zijn. Tot de ene, de volmaaktheid van liefde, harmonie en schoonheid. Het enige wezen, verenigd met alle verlichte zielen, die de belichaming vormen van de meester, de geest van leiding. Met die aanroep beginnen wij graag Soefi-bijeenkomsten. Want we zijn meestal bezig met die buitenwereld, alles wat daar gebeurt, wat we moeten doen. Problemen die er zijn, mooie dingen, moeilijke dingen, wat er allemaal kan komen. Dat vraagt onze aandacht, dat fascineert ons. Daar zijn we mee bezig. En vaak identificeren we ons daarmee. We denken dat we dat eigenlijk zijn. En dat is de grote illusie die we moeten overwinnen. Want dat is het ego wat als een wolk aan de hemel het licht afsluit. Dus in het leven gaat het er ook om door die illusies van dat ego, van die identificatie, heen te zien. Dat is de kunst. Te weten inderdaad dat ik niet mijn gedachten ben, dat ik gedachten heb, maar ook op dezelfde manier dat ik niet die persoonlijkheid ben, maar dat ik die heb. Die heb ontwikkeld langzamerhand in mijn leven met allerlei kwaliteiten, mooier en misschien minder mooie. Die hebben we. En als we die afstand daartoe scheppen, dan kunnen we aan die persoonlijkheid bouwen om die steeds mooier te maken, steeds meer iets van harmonie die naar eenheid wijst, daarin tot uitdrukking te brengen. Johannes Witteveen is natuurlijk een prachtige drager van het verhaal en heeft hele, vind dat hij het prachtig doet, maar hij is ook nog van de generatie die het heel erg over God heeft. En voor mij is God ook een begrip waar ik soms doorheen moet luisteren, want ik geloof wel in universele energie, in het licht en misschien die ene, of hoe je het ook noemen wil. Maar het woord God vind ik soms, daar heb ik aan moeten wennen om dat weer te kunnen horen op een manier die niet zo'n ouderwets gevoel gaf. Tot de ene, de volmaaktheid van liefde, harmonie en schoonheid, het enige wezen. Dat is vlug gezegd. Maar dat omvat natuurlijk heel veel. Als je zegt het enige wezen, dan is eigenlijk alles, die hele schepping, de hele natuur, daar leeft het goddelijke in. Dat komt daarin tot uitdrukking in alle mogelijke planten en dieren en die overal proberen te bloeien. En dus ook in onze eigen wereld. In ieder mens is dat een uitstraling van die ene. Het licht van die ene. Maar meestal is dat zo overdekt met alle indrukken van dat uiterlijke leven, dat je daar helemaal niet meer van bewust bent. In het innerlijk leven gaat het erom
daar weer van bewust te worden. En dat is wat Ina het gaan ons ook voorhoudt. Je moet niet alleen het uiterlijk leven leven. Ook niet alleen het innerlijk leven. Je moet ze beide combineren. In het voorjaar van dit jaar las ik een artikel van de hand van Johan Witteveen, waarin hij eigenlijk een pleidooi hield voor het maatschappelijk kapitaal, wat door de Nederlandse pensioenfondsen wordt beheerd. Dat is zo'n 1100 miljard euro. Om dat op een maatschappelijk nuttige manier in te zetten. Niet uit te spreiden over de rest van de wereld, maar gericht te investeren in de Nederlandse economie, in infrastructuur, zoals schone energie of gezondheidszorg. Datgene wat we nodig hebben, nu en in de toekomst. Dat is ook mijn persoonlijke missie, waarin ik met Double Dividend bezig ben. Dus eigenlijk ging ik toen googlen op meneer Witteveen. En toen las ik over hem dat hij Soefi is. En ik zag die tempel staan. En dan denk je echt van, is dit in Nederland? Deze wereld is groot, fascinerend, ingewikkeld. Soms weten we de weg niet. We moeilijke keus maken. Draaien we het maar in onze gedachten rond, dan komen we er niet uit. Maar als we naar binnen kunnen keren en dat innerlijk licht vinden, dan wordt het ineens helder. Dan kunnen we ineens weten, dat is de oplossing. De oplossing van een probleem. Dan weten we wat we moeten doen. Dan kan de geest van leiding tot ons spreken, die er voor iedereen is. Als je maar open bent, als je maar luistert, dan word je geleid in dit leven. Alle grote religies, op allerlei manieren, tasten die naar contact met die ene. Die noemen ze God of Allah of namen. Maar die ene is boven alle namen, boven alle begrippen. Die gaat er bovenuit. Maar die kan wel door al die begrippen inspireren. Dus dat innerlijke licht, wat ook in onze relaties innerlijke liefde is, dat is de essentie van alle religies. En daarom zegt het soefisme, er is één waarheid die we in alle religies kunnen vinden. Ook in Zen staat die ene centraal, maar wordt verwoord als zijnde je ware Boeddha-natuur. En je werkelijke wezen. En Shakyamuni Boeddha is daar een hele belangrijke persoon en voorbeeld in die dat, ik wil niet zeggen als eerste heeft ervaren, maar als een van de yogis in India destijds heeft ervaren. En een van de grote zenmeesters in Japan, Master Hakuin, heeft het in zijn boeken over de inexhaustible lamp, dus de onuitputtelijke lamp. Wij zijn dat licht. In Zen hebben we het over die onuitputtelijke lamp. Minder expliciet. Omdat Zen het heeft over het ontwaken van de, wat ik noem, de ware aard. In ieder mens is er een waar wezen verborgen. Nou, in Zen wordt dat gezien als de Boeddha-natuur. In het soefisme is het die ene die in allen is. Al vanaf het moment dat de Beatles ooit Guru Maharishi naar Nederland brachten, heb ik transcendente meditatie beoefend. Dus ik heb altijd wel een bepaalde affiniteit gehad met dat boeddhisme en meditatie. En sinds een aantal jaren heb ik ook het soefisme leren kennen. En het spannende van het soefisme vind ik dat zij al die verschillende levensbeschouwingen herleiden tot een essentie. En dat er dus eigenlijk veel meer overeenstemming is tussen allerlei wereldreligies, zoals ook het boeddhisme. Er zijn altijd conflicten tussen religies geweest, maar we leven nu zo dicht bij elkaar met de globalisering. We zitten op elkaars schoot, we zien voortdurend wat elders gebeurt. Dus het is het grootste belang dat we elkaar beter gaan begrijpen.
En dat we niet meer, zoals sommige islamitische sekten zeggen, op geleende manier waarop zij het zeggen, heiligmakend is. Dat het zelfs zo belangrijk is dat anderen moeten worden aangevallen. Dat is afschuwelijk. En dat verscheurt de wereld van de islam. Maar in de hele wereld is het natuurlijk een probleem dat fundamentalistische, of christenen of joden zijn, ja, die beperken een waarheid die in werkelijkheid natuurlijk onbeperkt is. Er is een vis en die gaat naar een wijze oude vis. Die zegt, ik heb een vraag. Iedereen spreekt over de zee, maar waar is toch die zee? En dan zegt die wijze vis, zegt, je leeft erin, je beweegt erin. Je komt eruit voort, je wordt er door gevoed. En je zult er weer in oplossen. En als je het gaat begrijpen, zul je merken dat het datgene is wat jou verbindt met alles en iedereen om je heen. Ik was een jaar of 25 toen ik met mijn tante door de Uiterwaarden liep. En zij legde dat eigenlijk uit aan de hand van een vogel die voorbij vloog. Die zei van, kijk, ja, die is ook onderdeel van het universum waar wij ook allemaal onderdeel van zijn. En zo zijn we verbonden met elkaar. Ook die verbondenheid met die vogel heb je. En ja, dat raakte mij. Ik dacht van, dat is zo'n ontzettende universele waarheid. Dat voelde ik zo sterk van binnen. Dus dat is wel een leidend beginsel geweest voor mij in mijn leven. Om daar naar te handelen, zowel privé als zakelijk. Hazrat Inayat Khan heeft ooit gezegd, om in gewone termen te verklaren wat nu eigenlijk het spirituele pad is, dan zou ik zeggen, het begint met te leven in verbinding met jezelf. Het pad van de Soefi is niet het communiceren met wezens, met engelen, zelfs niet met God, maar met communiceren met je eigen diepste wezen, je innerlijk zelf, jouw innerlijke stilte. We zijn zo niet gewend om eigenlijk naar binnen te keren en een concentratie op te bouwen, omdat de gedachten, zodra we stilvallen, zo overheersend zijn. Zelfs als we hier nu allemaal stil zijn, als we alle gedachten hoorbaar zouden maken, dan zou het hier een enorm kabaal zijn. Maar wat wel belangrijk is, is dat je leert om door middel van concentratie de weg naar binnen te vinden. En ik vind het ook heel belangrijk dat ieder zijn eigen vorm vindt. En dat kan best ook een combinatie van zen en soefi zijn. En je richt je daarbij met name op de uitademing. En bij elke uitademing laat je iets meer los van de spanning, misschien in je schouders. En zak je als het ware dieper in je lichaam. En de verstilling van je lichaam ondersteunt de verstilling van je geest. Mijn zenweg heeft mij laten zien hoe je vrij kunt zijn, ondanks het feit dat je veel te doen hebt. Heeft mij een structuur gegeven waarin ik altijd mijn rust kan vinden, de stilte kan vinden. Dus de stilte is eigenlijk altijd bij mij. Ik vond het sowieso dan wel een prettige iets om die twee stromingen dus zo naast elkaar mee te maken. Op dezelfde dag, dan kun je dus wel meemaken dat het zoeken naar de waarheid of de weg naar de waarheid, laten we het zo zeggen, dat kan verschillende ingangen hebben. Gewoon tegelijkertijd. En dan staat de heer Witteveen iets te vertellen, een bepaalde wijze van begeleiden. En dan de zenmeesters,
die komen ergens anders mee. Maar de uiteindelijke effect wat je dus ook bij jezelf voelt, het is niet verschillend van elkaar. De ervaring van zo'n dag was inderdaad een dag van stilte, blijdschap, verruiming. Ik heb dat eerder meegemaakt. Ik heb dat vanochtend meegemaakt tijdens meditatie. Het bijzondere daarvan is, dat heb ik dus ook bijvoorbeeld met op die tempel gehad, dat het toch wel, zoiets is als extra stilte. Je gedachten, zeg maar, worden weggeslagen. Dus je kan nergens anders meer aan denken. Omdat je zo overheerst wordt door die tonen. Je wordt meegenomen door die tonen. Maar dat voelt wel heel heftig, ja. Het voelen van die vibraties maakt dat ons innerlijk stil wordt. Het werkelijk bewust voelen maakt ons innerlijk stil. En aldoende vergeten we de betekenis van de woorden en de muziek blijft over. We worden leeg als een klok. En in die leegte kunnen we de bron ervaren waar vrede, salaam, in zijn meest volmaakte betekenis is te vinden. Weten gekomen door mijn samenwerking met professor Witteveen. En in die zin heeft het mijn zen verrijkt. Onze oefening is onze innerlijke werkelijkheid aanraken. Als we ademen, doen we dat. En wanneer we een stap zetten, doen we dat zodanig dat we met onze voeten onze innerlijke essentie aanraken. En het is nu al wel duidelijk dat het er voornamelijk om gaat dat we merken dat in het bezig zijn, in het doen, in het lopen, dat we dat met zoveel aandacht doen dat we daarbij innerlijk stil blijven. Dus ik maakte ook een grap tegen mijn buurman van nu we voor deze dag gekomen zijn, kan dit er ook nog wel bij. Maar wat er toen gebeurde tijdens die loopmeditatie, dat merkte ik toch dat ik me helemaal werd opgenomen door die meditatie. Waardoor wat er om me heen gebeurde, ja, dat viel op een gegeven moment helemaal weg. Het was een soort lopen, zeg maar, niet één staccato ritme.
Maar waar je op een rare manier ook ineens op moest houden met lopen. Zodat je eigenlijk weer even wakker wordt en dan weer opnieuw begint. En ik merk dat als je ritme krijgt in dingen, ook al is het een raar ritme, dat er ook een soort rust in je komt. En dat het ook energie geeft. Dus het is rust die ook energie geeft. Dus ik vond het uiteindelijk een hele prettige ervaring om te doen. En ook helemaal niet zo gek. Ik heb ontdekt dat je via meditatie toch goed bij jezelf kan blijven. En ook moediger wordt om soms tegen de stroom in te roeien. Dus het geeft mij wel kracht en ook rust en plezier in mijn werk. En ik zit niet zo gauw voor een impasse in mijn werk op dat punt. Nee. Ik kan er ook veel makkelijker vrede mee hebben als sommige dingen niet meteen op korte termijn duidelijk zijn of opgelost raken. Dat is eigenlijk ook het idee wat in het hindoeïsme zo sterk wordt uitgedragen. Hè? De Bhagavad Gita, eigenlijk één lange lijn die zegt: jullie moeten actief zijn, maar niet gehecht zijn aan het resultaat van je activiteit. Dat is niet altijd makkelijk, maar dat is toch wel iets waardoor je beter door die tumultueuze tijden heen zeilt. En verder de inspiratie. Heel belangrijk. Je moet natuurlijk altijd moeilijke problemen oplossen. En soms komt het voor dat je dat met je intellect alleen niet kunt. Dat je blijft ronddraaien. En dan heb ik herhaaldelijk gemerkt dat als je dan werkelijk tot een innerlijke stilte kunt komen, soms de oplossing ineens duidelijk is. Dat is nog altijd het geval. En dat is het innerlijke licht dat dan tevoorschijn komt en dat je helpt in al die moeilijke keuzes die je in het leven moet maken. Een heel belangrijk iets. We leven allemaal met licht, maar er is een innerlijk licht. En daar gaat het in zoveel om. Gek genoeg heeft hij in Frankrijk gewoond, maar in Frankrijk heeft het niet echt veel. Is het niet zo aangeslagen. In Nederland heel sterk. We hebben 20 centra hier in Nederland. 20 steden waar diensten gehouden worden. En die naam Murat Hasil, dus de vervulling van de wensen, dat is deze plek. Dus als je met een hele diepe, met een diepe zielenwens hier in meditatie bent, dan wordt er geluisterd. Een DVD van deze uitzending kunt u bestellen via onze website. En luister ook naar onze programma's op Radio 5. Surf voor meer informatie naar www.bosrtv.nl.